Westhoek was bijna 100 jaar geleden het strijdtoneel van de Eerste Wereldoorlog. Vele begraafplaatsen, monumenten en andere wereldoorlog-eenzites liggen als litteken van de grote oorlog over de hele regio verspreid. De Ypres Salient route opent als eerste van 6 nieuwe autoroutes. Ook bekend als de Ypres-boog was de Ypres Salient een boogvorm in de frontlijn. De Duitsers bezetten de hoogtes die zich in een halve cirkel rond Ypres bevonden. In dit gebied werd hevig gevochten, want het was de meest kwetsbare plaats in de Westhoek, waar een aanval een doorbraak kon forceren. De 70 kilometer lange autoroute start aan het station van Ypres en brengt je naar de belangrijkste sites en monumenten van dit front. Site John McCrae, studentenfriedhof Langemark, Tuincot Cemetery, Memorial Museum Passendale en Hill 60. Verken dit oorlogsverleden met de eerste toeristische autoroute 1418.